Op de KNVB-campus bij het Grote Oranje kom je veel oud-PSV'ers tegen. We herkennen Wijnaldum, Strootman, Memphis, Zoet en Koeman, Prupper en De Jong. Maar voor één persoon is de voorbereiding op de EK-kwalificatie met Duitsland en Estland zeer bijzonder. Donjan Malen is voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en geniet dus uiteraard van iedere seconde. Ja, het is een mooie dag. Om te melden bij het Nederlands elftal is een van de hoogste dingen die er zijn als profvoetballer. Ja, dat je nu erbij mag zijn, vind ik wel heel mooi. Ja, hoe gaat dat dan vanochtend of vanmiddag kwamen jullie bij elkaar geloven? Ja, je gaat gewoon met de auto naar Zeist en je meldt je. En, ja, je bent natuurlijk nieuw, dus er zit een kleine soort spanning tussen. Maar voor de rest is het gewoon zoals eigenlijk alle andere keren. Ja, een gezonde spanning, want jij lijkt me niet iemand die heel erg nerveus is. Wel gezonde spanning natuurlijk. Dit is de eerste keer en ik denk alles de eerste keer is een klein beetje spannend. Maar. Hoe zie je dat nou? Is dat een soort van beloning voor al dat harde werken, voor al dat investeren in jezelf? Ja, een soort van beloning kan je het wel zien. Ja, het is gewoon vooral heel mooi dat je hier mag zijn. En ik denk als jong jongetje heb je een doel. En dat ik hier nu mag staan, vind ik wel heel erg mooi. Ja, jong jongetje, jij zette dit geloof ik op Instagram vorige week toen het bekend werd. Ja, wat zijn dit voor foto's? Ja, toen was ik heel jong en ik had altijd wanneer zelf dat tenuutjes. Ja, ik vind het wel een mooie foto. Ja. Hoe hoorde jij het? Want volgens mij zaten we met het vliegtuig terug uit Cyprus. En toen sijpelde de loting door, maar ook volgens mij dat jij erbij zou zitten, klopt dat? Ja, we hadden een tussenstop. Dus had ik mijn telefoon heel eventjes aangedaan. En toen zag ik alleen mijn appjes. Toen dacht ik, oh, volgens mij zit ik binnen zelf dan. En toen zocht je nog naar bevestiging of wist je het eigenlijk wel? Nee, je zei nog gefeliciteerd met je selectie. Dus. Ja. En dan moet je even ingehouden zitten, nog een uurtje of twee. ja, klopt. Al mijn teamgenoten en trainers kwamen wel naar me toe. En ik had wel even gesproken met mijn oma en mijn moeder en mijn vriendin en mijn vader. Maar ja, voor de rest had je geen verbinding. Wat verwacht jij van jezelf in de komende dagen? Ik ga gewoon genieten en ik ga gewoon kijken waar ik lig op dit niveau en waar ik aan kan werken. Heb je nou nog met je PSV-ploeggenoten erover gehad? Of met je oud-PSV, Luc de Jong staat hier, van hoe dit allemaal gaat? Ja, Denzel die zit wel dicht bij mij in de bus, dus daar kunnen we altijd over praten. En, ja, het zijn gewoon van, het is een mooie ervaring en je moet gewoon genieten.